dat is de echtgenote van George waar dat jij bij naar gebeld hebt. Oh, ja, ja, ja. En ze is meegekomen van aan de kust. Dag, dat is Axel. Allemaal een goeie dag, allemaal wel. Ja. Voilà, dan gaan we nu. We gaan eerst naar de vliegtuigen kijken. We hebben daar drie vliegtuigen staan voordat we terug naar hier komen, naar ons museum en onze panel. We zijn eigenlijk geen museum, we zijn een documentatie of een historisch centrum. Ik zal u dat allemaal uit. Historisch centrum van de 15e Wing. De 15e Wing, zoals jullie waarschijnlijk weten, want er was een open deur in september, bestaat 65 jaar. Het eerste werkpaard van de 15e Wing na de oorlog. De Belgische luchtmacht is opgericht na de oorlog. En na de oorlog zijn die uit Engeland terug naar hier gekomen en die hebben dan de Belgische luchtmacht opgericht en de 15e Wing. Niet in Melsbroek, maar in Evergaren. Jullie weten of weten niet, het vliegveld van Melsbroek is gebouwd gedurende de oorlog. De Duitsers hebben daar kindsoldaten opgezet vanaf juni-juli 1944. Jongens van 16 tot 18 jaar, die hebben dat vliegveld aangelegd. Toch hebben we er zo 41 gekregen van de Amerikanen, gratis voor niks. In München stonden er 800 of 900 na de oorlog en de Amerikanen moesten ze niet meer hebben. Want niet vergeten, dat is een mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis, daar ga ik u straks over vertellen. Dat was het eerste vliegtuig volledig in metaal, laatste vliegtuig waar de benzine niet in de vleugels zat. De benzine zit tussen de twee grote wielen daar, onderaan in de romp. Vliegen er vandaag in de wereld nog wel 170 van die vliegtuigen rond. Die zijn gebouwd. Het eerste is gebouwd in 1986. Dus die vliegtuigen zijn al bijna 100 jaar oud. 30 jaar hebben ze daarmee gevlogen. Daarna, in de jaren 50, kwamen deze. Daar heb ik ook nog opgevoerd. Dat is de Flying Boxcar. We hadden er daar 36 van. 41 van deze. Die zijn stilletjes aan uitgegaan. Ja, dat is de Flying Boxcar. Er waren er daar 36 van. We zijn er daar ook 5 van verloren. Het was om luchtfotografie te doen. Maar luchtfotografie deden we ook met de Flying Boxcar en met de Tabo. De kaarten te maken van 1947 tot 1954. Slag, dus permanent, niet permanent, in het regenseizoen niet, maar in het droogseizoen stond er altijd een Dakota in de Kogel ergens om de 15e Wing om het luchtfotografie te doen. Zodanig dat ze dan de kaarten van de Kogel konden maken. Voilà, als er geen vragen zijn, gaan we nu terugwandelen naar onze. Ja. Mocht niet vergeten, mijlpaal in de luchtvaartgeschiedenis, zowel burger als militair. In Wereldoorlog 2 was er geen enkele operatie. Waar de Dakota die alle vervoer van troepen, parachutisten, Slag van Arnhem, landingen in Normandië, in Indië, in Burma, overal was een Dakota bij de. Alle maatschappijen in de wereld hebben dat toestel gekocht. Nee, luchtmacht en ook de schijnen vlogen daarmee naar de Congo. Dat was een avontuur, hè? Dat kon niet in één dag. Nee. En u spreekt van metaal, misschien van minder. Ja, het is al niet. Ik dacht aluminium is ook metaal. Ja, nee, omdat je sprak van oproers. Kijk hoe mooi dat dat allemaal gerestaureerd is. Maar op de foto's in de zaal had je gezien de corrosie en het roest in Oostende. Want dat heeft daar 20 jaar buiten gestaan. Ah, met dat zaad. Klinknagels. Vroeger werd een vliegtuig gebouwd in de jaren 30 met klinknagels. Ik heb gelezen in een boekje dat er 24 miljoen zijn dus hier op zo'n vliegtuig. Maar je ziet hoe dat gebouwd is. We zien al tegenwoordig moderne vliegtuigen, dat wordt in digitale platen, aluminium nog altijd, dat wordt op elkaar gelegd en bij een temperatuur van een paar duizend graden versmelt dat. Dus ze moeten niet meer naaien met klinknagels. Ja, kom maar binnen.
Deur is open. Aan de rechterkant, dat is een uniek. Ah, mag je vond? Kom binnen. Yes! Ah, hallo! Ja. Een jeep en een dat is hier van de ramp in Eindhoven. Sakai Masisi, dat is in 60, daar zaten 36 jongens dienstplichtige soldaten bij. Een kleine, grote Limburg, die moesten vliegvelden gaan bewaren in de Polen, dus in 1960. En die dus Rita is hier vandaag, zij doet een paar. Ja, we hebben nog verschillende doeken. Dat zal ook. Ja, dat zal wat ik aan jullie wil tonen nu, en dat duurt minder dan een half uur, een kwartier, dat is de kleine expo over de Dakota DC-3. We hebben die hier buiten gaan bezoeken. Daar zit de pracht van een magnette, hier zit een schitterende motor. Hoe is die opgevat? De Dakota in de wereld, en dat gaat er door de Poseidons. En zo begint die tentoonstelling. En dan de Dakota in Amerika, zeer algemeen, niet veel. Dan Dakota in België, in de 15e Wing en in de Sabena. En dan is de geschiedenis van de onze. Onze Dakota, die we in Middelkerken gaan halen zijn. Want elk vliegtuig, en deze zeker, heeft een enorme geschiedenis. De onzin is begonnen in het Amerikaans leger, in de Tweede Wereldoorlog II, is dan bij de Franse regering terechtgekomen, is dan in 3-4 Franse maatschappijen terechtgekomen, is in Afrika terechtgekomen, Paris-Dakar meegevlogen en uiteindelijk aan de ketting gelegd in Middelkerken, nadat dat vliegtuig gekocht was door Belgische gepensioneerde piloten. En in een storm in Oostende is dat vliegtuig weggewaaid tegen een Amerikaanse Boeing 707, zwaar beschadigd. Die vijf piloten die dat gekocht hadden en daar geld mee dachten te verdienen door met toeristen te vliegen aan de kust, die hadden de centen niet om dat te herstellen. En ze moesten schade betalen aan hun eigen vliegtuig, DC-3, maar ook aan die Amerikaanse Boeing. En ondertussen waren er één of twee van die piloten in een echtscheidingsproces en die vrouwen, je kent hè, de vrouwen die zijn, hebben dat aan de ketting laten liggen. En na 20 jaar lag dat nog aan de ketting. Straf van verdamme. Na 20 jaar. Dus ik heb nu al het meeste verteld in een notendop, we gaan er doorwandelen. Er zijn twee ongevallen gebeurd met Dakota's en daarmee begint het. Eerst een ongeval heb ik jullie verteld. Hoeveel pk heeft dat? Pardon, die een postzegel van Dakota hebben uitgegeven. België heeft er nog geen uitgegeven.
Wij, de Grota, en met de postillon, wij zijn bezig en hopen dat er in 2016... Jolie heeft er nachtvluchten aan uitgevoerd. Ja. Dus de aanvraag is ingediend. Dat je de nachtvluchten aan gedaan hebt. De aanvraag is ingediend. Ja, ja, ja. Dus, ik heb mijn best gedaan, François, en dat is het. Dank je zeer. En wat is de meneer aan toe? Ik ben aan het filmen. Je ziet, ik ben goed op blog. Allemaal voor de club. Ja, jammer, met plezier. Geen ene post zeggen. Sabena heeft hier. Sabena heeft er. Een vaillet. Nee, een vignet. Hier. Van een DC3. En een DC4 en een DC6. Maar dat is geen post zeggen. Dat is eigenlijk eerder iets in open klas, hè, dat hier omhoog hangt. Maar ik ga dat als de tentoonstelling gedaan is. En een kader of twee kaderverzameling gaan maken. Thematisch dan, hè. Ja, wat ik hier liggen heb. En dat was een heel speciaal ding, dat ik van die Duitse meneer die bij ons op de beurs ook staat, Oberstaler, gekocht heb. Stoor ik het niet. Die heeft dat dus onthouden, hè? Ja. Die burger bij take-off, die is bij het opstijgen. Zo, iedereen was zwaar verbrand, iedereen is de levend uitgekomen, uitgenomen, de mechaniseerde. Die maken pralines en het is een Belgisch kunstenaar die al de ontslagen voor de repen, chocolade en de pralines en de dozen. Starbrooks noemt dat. Je vindt dat moeilijk hoor. In Brugge is er een winkel, in Antwerpen en voor de rest op de luchthavens. Maar het is, als je dat ziet, mogen je dat gerust eens kopen, want het zijn uitstekende pralines. Hè. Van, ze kosten ook veel geld, het zijn dure pralines. Je hebt ook Dakota bier, hè. Ziet je daar? Blond, hè. Blond en bruin. Hè. Straks een keer proeven. Hè. Degene opgelet is 7 euro. 7 euro. 7,5 graden. Dus je mag er niet te veel van drinken. Mocht je meer gewoon. Zeg dan je tijd wat vlaagde van hier mag zien. Dat het best plane ever to fly enzovoort. Het vliegtuig dat de mensen, niet de piloten, maar de mensen heeft leren vliegen. Hoeveel zijn er gebouwd? Een goede 10.000 in Amerika. 5.000, houd u vast, in Rusland. Ja. Onder licentie. Hè? En 500 in Japan. Hè? Maar er zijn er dus een goede 16.000 gebouwd. Hè? Dat is niet niks. Hè? Nee. Goed. Doorkomen alsjeblieft. Waarom was die Pinocchio nodig? In die tijd kocht België de Starfighter. Dat was een vliegende raket, hè, de Starfighter. Hè? En vanachter in de romp van onze Pinocchio's waren vier radarscopes met een lessenaar. En daar leerden die piloten, Starfighter-piloten, leerden met de radar werken. Alvorens dat ze in een vliegtuig gingen staan. Pak en Douglas hebben die gebombardeerd. Mooi, mooi, plezant om te lezen. Hè? En nu komen we aan de romp. De onze. De landingen van de geallieerden in Italië. Franse regering, 1, 2, 3. Er is nog een vierde maatschappij in Frankrijk. Air Normandie, Air Bretagne, zagen daar achter u meneer de foto's. Hè. En dan door Belgische piloten gekocht om geld mee te verdienen met toeristen vliegen. Maar dat is niet goed gelukt. Hè. En dan hebben wij die gaan halen. Goed? Heel, tegenwoordig is het allemaal een paar chipjes. Ja. We zijn nu bij ons in DC3 in verschillende maatschappijen in Frankrijk. De Franse regering, Brittannië Air, Normandie Air, Stella Air, Afrika Tours. En dan komt hem bij de Belgen terecht, Legend Air. Een kleine maatschappij met één vliegtuig. Dat is hier toevallig een mooie affiche. RG van Kuifje. Heel speciaal, hè? Zit het? Blazen tegen een Amerikaanse Boeing. Hier ziet je dat. Op de schalen. Hier ziet je dat. En nu gaan wij naar Oostende. We hebben dat 8 jaar geduurd en we hebben dat vliegtuig gekregen. We mogen dat weghalen. En nu ziet je iemand de roest
Zo stond het in Oostende, hè? Want die twee groene dingen die je daar juist gezien hebt, die, waar de motoren moeten opkomen, die hebben we zelf moeten maken, want die waren er niet. Die hebben ze hier nagemaakt. Hier ziet je de cockpit. Kijk maar eens, alle instrumenten zijn er. Hier onderaan, waar de vier benzinebakken zitten, met de kabels die van voor naar van achter lopen. Het laatste stukje van de staart. Dat moet er ook nog aan zitten. Hebben die zelf gemaakt. Fantastisch. Dus nu zijn we zover, zie je de vleugel, de staart, het onderste stuk. Eerst recht zitten, dan de romp erop, dan de vleugel, de romp op de vleugels, dan de vleugels eraan. En zie je hier die vier, dat is onderaan, tussen de twee wielen. 1, 2, 3, 4, daar zitten de benzinetanks. Dus niet in de vleugels. Dat is een kleine tentoonstelling met een Dakota en de tekenverhalen, de baan de Dessiné. Die meneer die dat gedaan heeft, die had genoeg stof om 30 panelen vol te doen. Ik zei nee, je krijgt er maar 3. Want een Dakota is zo een sympathiek vliegtuig, komt in honderden tekenverhalen voor. Maar achteraan, in die dubbele deur, is ons archief. Degenen die willen kunnen daar eens gaan kijken, daar hebben wij een bibliotheek en houden wij onze archieven over de 15e wing bij. We hebben, bij gebrek aan plaats zijn we bezig met alles te digitaliseren. Scannen, in de computer steken, hoe dan we het gaan terugvinden, dat weten we nog niet. Want nu is het gemakkelijk, hè? Je pakt de farde van 1964 en ik weet wat er in 1964 is gebeurd. Als dat allemaal in die computer zit, moeten we het nog kunnen terugvinden. Hè? Maar dat is een probleem voor later. Hè? Ja. Dus hier waren ze geland, gingen ze naar Everen, werden ze daar onderhouden en terug opgestegen. En als ze teruggeland waren hier, moesten ze terug naar in de betonbron. Aan een piloot mag niks mankeren, zelfs in een kleine teen mag niet verkeerd staan lopen of hij wordt afgekeurd. Heb ik ook in dat van de oorlog en voor de oorlog, Everen, bij. En nu zit ik bezig met operaties in Congo en in Rwanda, wat die onder andere die 10 paras daar vermoord zijn. Ik heb hem niet gekend, ik heb hem hier gewist, dan ben ik toch naar de Nike en dan teruggekomen. De club is er zo goed naar je terug. Luchtmacht voelt precies omdat je 40 jaar geleden. Dus die mentaliteit, dat gaat er niet uit. Hè. Lucht. Lucht. En er is een soort zin bezet, ik zal het zo zeggen. Ja, ja. En zie je de 33 jongens. Normaal gaan ze vroeger al. De liste joh dat ik tegen blauw ging, was dat de persoonlijke blauw van koning Buitenland. Als die niet moest zonen. Ja, dat was met dingen mee bakker in de tijd. Hè. De geschiedenis van de 15e wing ga ik graag zo biedt nog een tourje doen, hè? Voor degenen die dat willen. Met, Ja, maar dat gaat toch wel niet zijn? Ik heb gelachen op zo. Die nemen de tijd mee. Ja, dat is eigenlijk een. Die is in quarantaine. Die is in quarantaine. En dat maar die daar is verkocht, hè? Ja. Ik ben dat dikwijls gaan werken en gaan repeteren met wat de politie ook heeft geprobeerd. Ja, u heeft daarnet met Axel Vermeers het vliegtuig al gezocht. Daar heeft u al de volledige uitleg gekregen. U heeft ondertussen onze expositiezaal tussen Achtjes Museum al bezocht. Wat doen wij hier? Waarom doen wij dat? En belangrijk, hoe kan u ons helpen dit in stand te houden? Dit centrum, als u het nog niet wist, als dat centrum niet verteld is eigenlijk officieel geopend in 1995 in dat gebouw, dat dit gebouw hier rechtover op de zon. Dus ja, dat was heel klein, maar was wel heel gezellig. Maar dat werd een beetje te klein, want Dakota groeide en dan hebben we het geluk gehad van de 15e wing dit gebouw te krijgen. Wij zijn hier met een goede 30 vrijwilligers, ook ik. Want nu kunnen jullie misschien denken, die Rita de Neve, die moet daar dikker een boterham verdienen, want dan zou die dat niet doen. Maar
Ik doe dat dus wel. Ik vind dat de 15e ring het echt verdient. Als er in Afrika moeilijkheden zijn, zijn het de mannen van de 15e ring die daar naartoe vliegen om landgenoten te evacueren, om voedseldroppingen te doen en zo. Ja, 4 keer waarin nu een stuk geschiedenis van de Belgische luchtmacht en dan in het bijzonder van de 15e ring. Kan lezen, maar ook de huidige dingen, de taken, opdrachten, die van het is natuurlijk veel om een beetje wegwijs te maken in de hele bibliotheek. Steeds met vrienden welkom, iedere maandag en iedere donderdag. Bedankt voor uw interesse, bedankt voor uw komst. En van de wereld. Thank you.
En daar ziet je zelfs foto's van de Duitsers, sorry, van de Italianen. Dat moet ik eens kijken, want de Duitsers die hier waren, die hadden ook een Italiaans smaldeel bij zich. En daar hebben ze natuurlijk veel miserie mee gehad met de Italianen. Amai. Eerst de Duitsers, na de landing in Normandië, de Duitsers weg. En de Italianen ook natuurlijk. En dan de Engelsen. De Engelsen zijn dan hier geweest. En hebben van hieruit met verkenners en bommenwerpers Duitsland bestookt. Vanaf het vliegveld van Menschen. Sabena, die gesticht is in 1926, die zaten aan de andere kant. Everhaar, zeggen jullie dat nog iets? Waar nu de nieuwe NATO gebouwd wordt. Vroeger was dat van de luchtmacht. Ik heb daar zelf nog gezeten, 5 jaar in een hoofdkwartier. Maar nu is dat een nieuwe NATO. Goed, wat je hier ziet, dat zijn allemaal dingen uit de Royal Air Force. Wat belangrijk is, dat betalen sommige amateurs, ziet je dat die kaart leggen, dat is op de zijde. De piloten in Wereldoorlog 2, die hadden zo'n sjalke rond hun nek. Ja, ja, dat weet ik niet. En dat was als ze moesten springen om de ontsnappingsroutes. Ja. Daar hangt er nog zo eentje. Om door Frankrijk en door Spanje terug weg te gaan. Zo'n sjalke zoals jij nu aan hebt. Ze doen dat voor de warmte. Ja, ze doen dat ook omdat die vliegen overal, die weegt veel, die zakken zitten vol en hun nek doet uiteindelijk pijn. Ja. Goed. Aan de muur daar achter u, daar hangen 5 foto's, dat is het begin van de luchttransport. Die een sergeant, ik heb jullie, die was piloot, verkenningspiloot. En die vloog bij de landmacht, want er was geen luchtmacht voor Wereldoorlog 2. En die had dat kenteken getekend voor zijn smaldeel. Ja, zegt u dat nog iets, Jos? 1950, onze koning Leopold, die had niet naar zijn regering geluisterd. En die heeft zich overgegeven aan de Duitsers. En die is hier door de Duitsers gevangen genomen en weggevoerd. Alhoewel de bevolking ja zei. Je weet, in Wallonië was het overweldigend nee. In Vlaanderen was het overweldigend ja. En uiteindelijk is de koning, nadat er een betoging was, ergens in de Walen en een paar mensen waren neergeschoten, een stuk of 8, heeft de koning afgetreden voor zijn zoon Boudewijn. Dat is een belangrijke zending, want met 3 Dakota's, er was niks anders dan Dakota's, zijn ze dan naar Genève gevlogen. Waarom 3 Dakota's? Ene voor de koning, ene voor de kroonprins. Je weet dat die nooit samen mogen vliegen. Alhoewel, ik denk in Nederland toch al een keer in een tijd van onze Beatrice. Batavia, dat gebouw is volledig weg. Dat is nu langs de Haagse Steenweg, Brucargo, maar daar stond Batavia. Wanneer is Sabena naar de andere kant, wanneer is Sarum? In 1958. Met de, wanneer? In 1958. Met een expo. Met een expo, expo 58, zit er. Dat is Batavia, met Sabena vliegtuig en dan het nieuwe gebouw. De grootste operatie ooit in de geschiedenis van de 15e wing tot en met vandaag is de evacuatie geweest van de Belgen in juli, augustus uit Congo terug naar Brussel. De paras met de 15e wing gingen in Gels. Hoe groot is Congo, hebben we allemaal van buiten geleerd. Veel van die mensen, van die kolonialen, zijn alles kwijtgespeeld. Onafhankelijkheid in Congo, 30 juni, Congo. Tactische transportvliegtuigen bestaan in België, al altijd geweest, omdat we paras hebben. Hadden we geen paras gehad, dan hadden we geen 130's moeten hebben en geen flying boxcars. Dus, de grootste operatie ooit. Van die 80.000 Belgen die toen in de Congo woonden, hebben ze 44.000 geëvacueerd. Vooral alle vrouwen en alle kinderen. Plus al de staatsambtenaren, die hadden geen keuze. Hè. België heeft Congo gewoon laten vallen. De C-119 was het, hè? Ja, de C-119. 2 piloten. Daar zaten we met 5, hè. De 2 piloten. En daar zat een navigateur, die had hier een grote bureau met een grote vitrine. En dan zaten we hier met zijn rug naar de radio, de boor. De radio, met morsen en taal. En naast hem zat een boordmechanicien tegen dat er een pannen was. En toen naar wezen een beetje veel vrij. In de linkerruit daar, dat schilderij, dat is nog het gebouw Batavia. Dat nu niet meer bestaat. Maar dat was toen de internationale luchthaven van Batavia. 2 operateurs, de ene ging 1 vliegtuig pakken, de andere het ander. Die vloog daarmee, als het gewoon weer was, kwam die naar hier. Er waren 2 piloten die mee mochten vliegen, want alleen mocht hij niet vliegen. Als je de kaart van Congo pakt en je lacht dat op West-Europa, dan zie je niks meer. Zo groot is de Congo. We hadden vast 1300 hijzelaars genomen. Vooral Belgen, vrouwen en kinderen inbegrepen. Maar ze hadden pech, want ze hadden ook een paar Amerikanen gepakt. Missionarissen onder andere, 1 of 2 missionarissen. En elkaar, de Amerikanen zeggen, gaan jullie de Belgen laten kop afkappen of doodsnijden? Of... Wij gaan tussenkomen, de Amerikanen. En ja, de
België kon niet anders zeggen. Wij gaan onze landgenoten niet laten, godverdorie, vermoorden. Allee, en dan zijn ze overeengekomen. Wij hadden nog geen C-130. 15 C-130's, zei Amerikanen. Die zijn in de Brogel gevlogen. Die hebben het grootste geheim daar een bataljon paras opgeladen. En die zijn daarmee naar Congo gevlogen. En die zijn gesprongen in Stanleystad en in Paulus. Die zagen die ook. Die genoemde Jussen zijn daar voor ons. Die zijn dan uit dat hotel te voet naar het vliegveld gegaan en die zijn allemaal vermoord. Er is een boek over gemaakt, de massacre de Stanleyvillen. Die zijn allemaal dood, koppen afgetapt in de tent. 1969, wat gebeurt er dan? Eerste maanlanding voor de postzegelliefhebbers. Ik heb heel de verzameling van alle zegels die in de wereld zijn uitgekomen over de eerste maanlanding. Dus ik heb daar in die tijd, dat is al een tijdje geleden, 30.000 à 40.000 frank voor betaald. Dus als ik nu nog 1000 euro ga krijgen, dan ga ik mogen content zijn. Nu, het is niet alleen de eerste maanlanding, want die astronauten zijn in Elsbroek. Daarom hangt dat hier. Met de Air Force One, ze mochten een tour van Europa doen, maar Eddy Merckx won voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Dat was voor België belangrijker dan de maanlanding. Nu, na de Tour de France doet hij ergens in Parijs, denk ik, pint te drinken natuurlijk. Als je nu goed kijkt, dat is Claudine Merckx en daar ligt een Eddy. 6 vliegtuigen, terzelfde tijd dan. 2 in Tjaad, 2 in Niger, 2 in Mali, 2 in Oppervolta, 2 in Niger. Ik was daar toen ook bij. Dat kostte te veel, want parachutes dat kost enorm veel. Tegenover een vlieguur is dat niks, maar enfin, dat kostte zo gezegd te veel en we moesten stoppen. En de paras wilden niet stoppen en de 15e wing wilden ook niet stoppen. Dan hebben we een systeem uitgevonden om voedsel te droppen zonder parachutes. Dat is natuurlijk iets anders als je met parachutes dropt, vliegt op 300 meter en hup, dat komt schoon naar beneden. Dan gingen we vliegen op 10, 15 meter boven de grond. Hier ziet je in de C-130 al die paletten, er zijn geen parachutes niet meer. Hè. En voilà, dat vliegt hier allemaal buiten. Die oude paletten springen kapot en de zakken worden volledig verspreid. Maar dat is allemaal getest geweest. Hè. Ene zak is niet genoeg, twee zakken is niet genoeg, drie zakken is niet genoeg. Dus al dat voedsel moest in drie zakken, drie zoete zakken verpakt worden om niet kapot te gaan. Dit jaar overleden is, 93 jaar. Die brengt de laatste Dakota van Melsbroek naar Kokseide. 30 jaar na aankomst. Toevallig, waarom heeft de Bishop gedaan? Die was baas van de luchtmacht. Omdat hij als jonge kapitein ook mee geweest is naar München, Fürstenfeldbruck, om de DC-3 die België kreeg te kiezen. Dus ze zijn daar met drie piloten naartoe geweest. Ze hebben een keer ja, een dienen gaan we pakken en een dienen. Daar was de Bishop ook bij. En 30 jaar later brengt hij dat. En één keer in het jaar, toen was ik nog in het smaldeel, hier 74, vlogen wij naar Kokseide met al onze koersfietsen daarin. En dan kwamen al koersende terug, 20 tegen 21. Met een spurt op de markt van Wetteren. Waarom Wetteren? Daar is een cafébaas, Staf Pijpen, die was brandweercommandant. Hier staat Staf Pijpen. Die mens is nu ook gestorven, zijn vrouw ook trouwens, Walviske noemde ze. Die schone jongen hier met de bloemen, die de spurt gewonnen heeft, had hij niet meer herkennen. Hè. Dat is een ding. Waarom zeg ik dat? Hè? Ik heb maar één koers in mijn leven gewonnen. En dat was op de Martinwet. En toen deden wij heel veel humanitaire zendingen. We waren zo gezegd wereldberoemd. We deden dat namelijk als je alles nationaal liever hebt van de prijs. Dat je maar een postprijs en we zachten de vliegen. En iedereen vroeg ons, Engelsen, Oostenrijkers, Duitsers kunnen voor ons vliegen, NGO's dan, hè? Caritas Catholica, SOS Kinderdorpen, Internationaal Rode Kruis. Nu doen we dat niet meer. Hè? We hebben nu de Airbus gestuurd naar de Filipijnen, onze grote Airbus die we huren, dat is opnieuw in Defensie. Maar waarom? Artsen zonder Grenzen heeft al 5 of 6 vliegtuigen naar de Filipijnen gestuurd, dat zijn Oekraïense vliegtuigen of Russen. Toen Koude Oorlog gedaan was en het IJzeren Gordijn en de muur gevallen waren, de Russen en de Oekraïners die hadden zoveel transportvliegtuigen. Wij hadden maar 12 C-130's, maar de Russen hebben 300 reusachtige vliegtuigen. Als je mij vraagt, de nieuwe wereld, wanorde. Wat gebeurt er overal in de Oost-Europese landen die willen bij de NATO komen? De laatste revolutie was in Roemenië. December, rond kerstdag 89. Kagame, Rwanda, die valt vanuit Oeganda, valt Rwanda binnen. Dus, we worden tegengehouden, de Belgen en de Fransen sturen een bataljon naar daar om die rebellen tegen te nemen. Nee, de genocide dat komt straks, dat is 94. We zijn naar Grenada gevlogen, 's morgens al om 9 uur zijn we hier vertrokken en we zijn heel laat teruggekomen.
Waarom zijn wij zo laat thuis gekomen? Omdat de koning en de koningin van Spanje, die wilden absoluut afscheid nemen van Fabiola, Albert, Paola. Maar die waren op vakantie. En die waren op vakantie niet dicht naast de deur, die waren op het eiland Bali. Dus, die, als wij hier om 9 uur vertrokken naar Granada, dat is, was maar 2 uur vliegen, moest er nog een Falcon 900 van de Spaanse luchtmacht naar Indonesië, naar Bali vliegen. Om daar de koning en de koningin te halen en die terug te brengen naar Madrid om een ander kleren aan te doen. En om dan naar Granada te komen om goeiedag te zeggen aan Fabiola. Dus, en rond 7, 8 uur kwamen die daartoe. En dan, en dat ziet je hier goed, het afscheid, het was nog klaardag. In Spanje, dat was afscheid van een staatshoofd, kanonschoten, militaire muziekkapel, erebataljon. Terwijl, aankomst in Elsbroek, dat was muisstil. Pik, donker, muisstil, voor mij niet gelaten. Het enige probleem was dat de regering op de grond stond en ruzie aan het maken was om te weten wie van die people's in de vlieger zou komen. En dan de koninklijke familie is in ons vliegtuig gekomen om de kist te groeten in alle intimiteit. En dan de kist naar beneden gebracht door een militair. En dan heeft de regering de kist gedaan. En de eerste passagier die wij kregen in de namiddag, dat was de Nond. Rond 3-4 uur komen ze van het paleis en van de Nond. En wij zeggen, de Nond. Ze zeggen, wat moeten wij daarmee doen? Wanneer gaan wij vertrekken? Ja, dat weten we niet. Dus hebben wij om beurt met die Nond rondgelopen op dat vliegveld. Dan kwam er weer een kamionet. Ja, een brave Nond. Ik weet niet meer juist wat de Nond is. Maar we konden dat eerst in die 5-6 uur in die vlieger lossen. En dan kwam er weer een kamionetje met een krans. In Bougainvilliers, kennen jullie dat? Dat is zo'n paars bloemetje. Kijk hier, van achter op de cordillera. Dan zeggen ze, heel voorzichtig, want dat moet boven op de kist liggen van Boudewijn, want Fabiola heeft die zelf gemaakt. We zijn hier dicht bij ons archief, de mensen die daar straks naar binnen nog eens kijken. Dat is het domein van mijn medewerkers. Maar ik denk dat hij ook al een rare schaduw was, die zou niet te veel van de plek.